New Yorkers lopen 30% sneller dan de rest van de Amerikanen. We beschrijven ons leven graag als een rat race, een race tussen ratten. Kijk ons eens scharrelen. Altijd gehaast, altijd ergens naartoe op weg. Als men hier vraagt hoe gaat het ermee, dan zeg je, oh, vreselijk druk. Best wel irritant, maar zo zijn we nu eenmaal. Vol van onze eigen belangrijkheid, ambitie en energie. New Yorkers werken harder dan wie dan ook en daar zijn ze best wel trots op, ontdekte ik toen ik er eens een reportage over maakte. I work 5-6 days a week, 16 to 18 hours a day, just to pay my bills. You look like you're shocked. Ik bezocht advocaat Robert Curtis, wiens collega zich letterlijk kapot had gewerkt. It killed him. I mean, the pressure got too much. He broke. Na een aantal honderd urige werkweken was hij uit het raam gesprongen. En het is niet alleen de werkdruk, het is de herrie van deze lawaaierige stad. De hectiek om je heen. Genoeg om je in de armen te drijven van een van de vele duizenden therapeuten die wachten tot wij instorten. Het is natuurlijk beter om je bijtijd te ontspannen, maar hoe ontsnap je de heksenketel genaamd New York? Het is 5:00 ochtends, zondagochtend. Niet een tijdstip waarop ik normaal uit de veren ben, maar Chris Cooper had me eigenlijk al om 4:30 besteld. Good morning, Chris. Hi, Max. I'm all ready to go birdwatching. Excellent. I guess you're in a hurry, right? I'm a few minutes late. Yes, you are. We gaan naar Central Park. In de 18e eeuw stond op deze plek een tentenkamp voor daklozen, maar toen besloten de machtigen van New York dat hier een oase moest komen voor alle burgers. En zo ontstond de groene long van Manhattan. So here we are, Central Park, greatest park in the world, right? Yeah, I think so. We like to think so. Vogeltjes gluren in een park met alleen maar betonnen omheen. Ik ben benieuwd of we behalve eenden, duiven en andere grijze vogels nog echt wat bijzonders te zien krijgen. Volgens Chris gaat dat wel lukken. Er zitten hier meer dan 100 verschillende soorten vogels. What is it about New York that there's so many birds here in the middle of the huge city? We're on a major flyway. One of the main migration routes comes up the coast. And so they come to the big metropolitan area and there's not a lot of green space. Also The lights of the city, because a lot of the birds migrate at night, the lights of the city pull them in. If you listen to that, that's a white-crowned sparrow. Maybe it'll sing again in a second. Patience. Okay. Ik moet er nog wat in komen. Ja, vogels spotten is vast heel ontspannend, maar is het al bijna tijd voor het ontbijt? Or not. so anyway, once they get here, you know, it's a big sea of concrete, except then you have this big patch of green, Central Park, in right. The middle. So of course they're flying overhead, they see that and they're like, a place to rest and eat and refuel, and they just, you know, they all land here. So Central Park really concentrates them. Central Park als rustplaats voor vermoeide vogels. Maar in die 20 jaar dat ik in New York woon, heb ik vooral gezien hoe Central Park een rustplaats voor mensen is. Het is de ideale plek om een middagdutje te doen. Duizenden mensen joggen en fietsen hier elke week. Of ze skaten, gewoon rondjes of bij de skate disco. Maar in Central Park betekent relaxen ook een toneelstuk opvoeren. Of een balletje slaan. Of je stapt in een gondel en geniet van de zwanen. Lekker groot, dus goed te zien voor de ongeoefende vogelaar. Maar Chris en ik zijn niet voor niets vroeg opgestaan. Wij willen de kleine vogels, exotische en speciale vogels die Central Park uniek maken. Alright, Max, birdwatching 101. We're going to show you how to use your binoculars properly. I think I know how to use binoculars. I know you think you know how you can use binoculars. Come over here. And the trick is you find it first with your naked eye. You keep your eye on the bird, and then you bring the binoculars to your eyes. Otherwise, if you do this, yeah, you'll be like this. You'll never find you it. You don't find the you'll bird. You'll never find the bird. So you're going to so try... So far, I haven't seen any birds yeah, yet. Yeah, well, but... it's very quiet right now, but... We're gonna test you out on that sign, all right? Just find it with your naked eye. Okay, I found it. And now keep your eye on the sign. Okay. Keep your eye on the sign and bring the binoculars to your eyes. I see the sign. It's amazing, I think I can do this. I can see, I can see. Mama, I can see.
Yeah, well, I think I got it. Okay, all right, but that's the trick. Let's see a bird now. That's a cardinal singing behind us if he sings again. And what's a cardinal? Hear that? That that's a cardinal. What's a cardinal look like? Cardinal is all red. It's a very popular bird with Europeans. Americans don't care about the cardinals? We love cardinals in the United States. It's just that we see so many of them. You know, they're backyard birds, so we take them for granted. You're OD'd on... We're totally blasé. Terwijl de eerste zwervers langzaam wakker worden, er leven in Central Park een paar honderd, gaan Chris en ik op zoek naar een bijzondere vogel. Oh, damn it, he just flew down. You want to see a cardinal? Where? Hey, at the top of the bare branches. He's up there trying to attract a mate. Just like most New Yorkers, right? Exactly. They're actually cardinals mate for life. So wow, very un-New York. Oh, there he goes. Oh, sorry, goodbye. Ik begin het stiekem toch leuk te vinden. I see a bird there, sort of reddish. Where are you looking? Where? Down there on the ground. On the ground? Yeah. Red bird on the ground. Where are you looking? On the ground in the grass, in walking the grass. Down there. It's so ordinary, it just wouldn't register on my eyeballs. Jammer, ik vind ze best mooi, maar Chris kijkt duidelijk op een ander niveau naar de vogels van Central Park. En met hem komen elke week tientallen anderen vroeg uit de veren. De zoektocht naar vogels is voor hen het ultieme ontstressen. Tenminste, als er geen honden loslopen. Want honden zijn vogelvijand nummer 1. En hun baasjes zijn de vijand van Chris. But the dogs run through the earth and they tear. That's why they fence us off. He doesn't chase the birds and, you know, everybody's fighting for the same amount of space. Yeah. You know? It's New York, right? It's New York. Space is tight. About space. You know, it is. That's why I'm here early in the morning. Maar ook voor honden is dit park niet geheel ongevaarlijk. Deze zwaan bijvoorbeeld stortte zich al eens op de hond van Donna Karen, de beroemde kledingontwerpster. Donna Karen had a little Jack Russell Terrier and decided to go for a swim. So the dog swimming in the lake, and it got too close to the swan's nest. Swan didn't like that. Swan swam up to the dog, grabbed it by the neck, and held it under the water till it drowned. No more dog for Donna Karen. I mean, it's sad for the dog. I mean, yeah, I know. But you know, it was a little bit of victory for the birds. Het lijkt wel alsof de vogels eindelijk ook wakker worden. Oh wow, check that out. Zo waar. Daar is misschien wel het vogeltje waar we de hele ochtend al naar zoeken. And the red on this bird makes the red of a cardinal look like mud. Can't see it. Don't see a f***. Misschien blijven de bijzondere vogels wel weg vanwege die ordinaire ghetto blaster die een klassiek deuntje door het park jaagt. Deze dames mediteren erop alsof ze zelf vleugels hebben. Maar sommige vogels laten zich niet verjagen en zijn te zien met het blote oog. Twee reusachtige havikken voeren al 10 jaar lang dagelijks een liefdesdans uit boven het park. Het loopt tegen 9 en het wordt drukker en drukker in Central Park. Chris en ik zoeken een rustig plekje op. You see them on the ground? Hopping around, flying around? Yeah. It's very small. Mm-hmm. Yeah. Is that a rare one though? No, it's not rare. Is bird watching a good way to relieve the stress of the big city? Oh yeah, absolutely. It's a very calming and relaxing and soothing way to start the day. It does really have a spiritual element for you. Well, it's a lot of fun. It's a great way to start the day. You know, every morning to be out here in the beautiful park. And you know, for someone like me whose spirituality is largely tied into nature, you know, that makes a big difference. You think New York would be a very different city without Central Park? Yeah, a little. Central Park is sort of like the Valium, I think, for New York City. All those stressed out, overpopulated New Yorkers packed in together can sort of come to Central Park and just kind of say, Ik ben maar een gewone jongen. Ontspannen op een extreme manier hoeft voor mij niet zo. Hello, video games. Hi, this is Max Westerman. Are you the guys doing the kidnappings? Ik heb dan ook lang getwijfeld voordat ik hieraan begon. I'm interested in getting kidnapped.
Bizar, omstreden, maar de realiteit in New York. Je laat de kidnappen voor de kick. Meet us at the corner of Canal and Green at 3 p.m. and I want you to wear a red tulip in your lapel. How's that sound, Max? Dit bedrijf heeft al bijna 40 ontvoeringen op verzoek gedaan voor gemiddeld $4,000. Guys, you know what to do. Het begint direct spannend. Een ontmoeting op een straathoek in de stromende regen. Hello? And where is that, the Moondance Diner? Okay. Listen, can you repeat this one more time? Because we had a little accident happen here in the middle of the road with a mailman, actually. I think everything is okay, but I wasn't paying close attention. Okay, cool. See you there. Bye-bye. Ciao. Okay, cool. See you there. Bye-bye. Ciao. In een typisch New Yorkse diner ontmoet ik de slimme jonge ondernemers, mijn toekomstige kidnappers. Gentlemen, I'm here. All right. How do we proceed? What we're gonna do is you're gonna fill out some forms, but before that, I'm gonna ask you what you want to experience because this is custom kidnapping. Well, I want to experience in a very short period what your other clients experience. So, when do you think you're gonna have this done? When do you want it done? A week, a month? Well, I mean, before the week is over. Okay. Within the next couple of days. What is relaxing about being kidnapped anyway? It's a relaxing experience after. Does that make sense? Right. You go through this extreme experience, and then after it, you can kind of just rest. Sort of take you away from your daily concerns and... Right, you can forget about everything. I mean, you signed up for this thing, and you know someday it's gonna happen. I mean, I like the clients that give me a month because one day out of the month, you never know when it's gonna happen, and that's exciting. Financially, those are also the most interesting, I would imagine, right? Yes. What's the most expensive kidnap you've done? 8,000. 8,000? 8,000. For a kidnap? Yeah. Wow. What did it involve that it's so expensive? That was a week long. Well. So if you want, why don't you just write what you want to have happen, and then to make this fast, we'll make it happen for you. Yeah, you're doing okay. And basically, there's a rule list of your do's and don'ts, certain parts of your body you don't want to be forced or aggressed. I want this to be fun. Fun, okay. Yeah. No violence. Well, mild violence, but... That's a contradiction. I mean, no violence then. I don't want any contradictions. No humiliation. Within that, I'm letting you free to make it as good a show as you can. Okay, I like that. But I like freedom. Remember those. I like freedom. Ik teken een contract waarmee ik de kidnappers vrijwaar van juridische vervolging. Daarom ook wordt door hen alles gefilmd. Er zou immers iets mis kunnen gaan. Een ontevreden klant zou naar de politie kunnen stappen. Het blijft immers vrijheidsberoving. En dus is de wet voor deze jongens heilig. Ik moet ze mijn huis- en kantoorsleutels geven. Ze willen zich legaal toegang verschaffen tot mijn leven. The bird has left the nest. All right, guys.
We did get into his place of business. He's gonna be doing a yoga class on Broadway. And he's doing some kind of acupuncture shit on Thursday. It'd be easy. And we got him down. We know exactly where he's at, so. It's a good perfect guy after his acupuncture. Let's definitely do it. No, yoga. Hopefully we can do it in the yoga one. Max is going down. It's going down hard. It's like a real weenie. It's like a weenie? Yeah. We love weenies. Als ik heel gestrest ben, dan ga ik met Vlagen wel eens aan de yoga. Dat was altijd heel uniek, maar tegenwoordig lijkt het wel alsof alle New Yorkers aan de yoga zijn. Een enorme markt dus, en ze bedenken dan ook voortdurend wat nieuws. Vanavond ga ik Bikram yoga proberen. Het wordt ook wel nazi-yoga genoemd. Ik begin te vermoeden waarom. Geen kaarsjes, geen foto's van bebaarde goeroes. Nee, een goeroe in onderbroek zet direct de toon met een waarschuwing. If you feel dizzy or nauseous, guaranteed, it's gonna pass as long as you sit down and have some water, okay? Duizelig, misselijk, yoga? Wat hebben die Amerikanen in hemelsnaam uitgevroten met die Oosterse vorm van ontspanning voor lichaam en geest? Young man, you just watch the first few breaths. Everyone else, lean back slightly. Inhale for one, two, three, four. Push. Push now. Push. Nice and easy. Keep the elbows locked. Breathe. Don't hold your breath. Good. Ease the hips forward, everyone. Ja, lach jij maar. Die grijns halen we zo direct wel van je gezicht. Het wordt heter en heter. De temperatuur wordt omhoog gestuwd tot 40 graden. Bikram heet ook wel hete yoga of zweetyoga. The heat makes it so that you can get into the postures without getting hurt. You'll find you can go further than you think because your muscles are very, very warm already, right from the get-go. Zweten zul je. Ik doe hard mijn best, maar waar ik druppel, regent de rest. Het is 9:00 s'avonds. Making yourself a little bit dizzy, a little bit lightheaded is normal. That's what we're after. Keep the belly sucked in. Zo ontspannen wij New Yorkers dus. You should feel very dizzy, a little bit nauseous. You really should, okay? Does anyone ever faint in class? No. Very rare. Well, once or twice. Once or twice in the last 3 years. Very rare. Try not to talk, you guys. Keep this moment very private. Feel like you can't breathe, okay Max? Choke the throat, choke it. Gewoon proberen te stikken, niet zo kinderachtig. You're also putting pressure on the pineal and pituitary glands in your head, right? So the whole endocrine system is getting a nice workout. Ja, het stikken is wel ergens goed voor. Choke your throat, choke it and change. Ik voel me nu echt misselijk en duizelig, maar nogmaals, dat schijnt zo te worden. That feeling of dizziness, nausea, is very, very important. We try to actually elicit it. De meeste klasgenoten hebben er werkdagen van zo'n 12 uur op zitten. Een normaal mens kruipt dan apathisch op de bank. Keep your eyes open, Max, so I know you're alive. Okay? In New York doen we er gewoon nog een schepje bovenop. Hier is ontspannen pijn lijden. Waarom zou je voor de tv gaan liggen als je jezelf nog eens even lekker in een knoop kunt draaien? Tja, en als je dat nog niet kan, dan is het toch wel hoog tijd dat je het leert. You feel a little sick? Yes, it is. Good. Zweetyoga is het idee van een Indiër, maar nergens had het zo'n vliegende start als in New York. Like a bird, like a 747 taking off. Now chest up, chin up, go up, look up, body up, feet up. Eindelijk zetten we in voor de landing. Lichten uit, de ogen mogen even dicht. Het is 9:30. De New Yorker heeft eindelijk genoeg gepresteerd. Is this a very New York type thing? New Yorkers love it because I mean they come to us, they're completely stressed out, as you can well imagine. This is a very difficult city to live in. People come here, they put their body through this very rigorous physical experience, and it leaves you feeling light as air. No om.
No candles, no chanting. We believe that first the body has to be organized in such a way that it's balanced. When that happens, the spirit comes forth. The real you emerges. Until then, the spirit is somewhat threatened and hidden and oppressed. Maar het enige waar deze inmiddels bevrijde geest zich nog druk over maakt, is hoe hij zijn gebroken lichaam thuis krijgt. Visual on the box, initiate surveillance. Chinatown zit er vol mee. Kleine, obscure massagezaken. New Yorkers leggen er regelmatig hun strakke schouders te rusten. Ik heb drastische maatregelen nodig en laat me vrijwillig volprikken met naalden. I'm here for my stress relief acupuncture appointment. For 5 o'clock. That's right. Volgens de acupuncturist goed voor 4 dagen stressbestendigheid. What are you going to do now? Now puncture the point on the feet. Okay. Do you get a lot of people come in for stress? Yes. Do you think it's a big problem in New York? I think so. It's time? It's time already. That's it, right? That's it. Now I'm relaxed. Yeah, okay. Nou, als de dokter het zegt, zal het wel zo zijn. Ik ben heerlijk ontspannen. En in plaats van een overvolle metro te pakken, denk ik dat ik maar eens lekker naar huis ga wandelen. Met tape worden mijn polsen en enkels afgebonden. In plaats van gemarteld word ik gekieteld. Ik dacht dat ik een leuke ontvoering had besteld, maar op dit moment moet ik wel even denken aan de broer van een vriend in Colombia die 2 jaar geleden echt werd ontvoerd en nog steeds niet terecht is. In andere landen een trieste realiteit, maar hier laten mensen zich blijkbaar voor ontspanning in een zwarte lijkzak stoppen. Na 2 uur halen ze me eindelijk uit de lijkzak. Wel, een goede avond. Dit is heerlijk ontspannend. How are you? Ik dacht dat ik een leuke kidnap had besteld. Good evening. Maar ik geloof dat de jongens er meer plezier aan beleven dan ik. David? En mijn redactie vermaakt zich ook prima. Op Thijs, hebben jullie nog suggesties om dit leuk te maken? Dat hoor ik ze graag. Ik zie je achterin zitten, David. Well, it's been fun, guys. Thank you very much for a wonderful experience. I'm not appreciative of you messing up my hair, though. Oh. Just a perfect day. Coast is clear. We got smell. I want you to take a big deep breath. Max, get the hell out of here, Max. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it. Nou, of het nou echt ontspannend was, dat weet ik niet. Maar afleiding was het zeker. You just
Ontspanning in New York is vaak niet meer dan een kort oplaadmoment voor de volgende werkdag. Echt ontspannen zullen de meeste New Yorkers alleen in het graf. Maar ook voor de levenden zijn de kerkhoven in New York een oase van rust. Een goede plek om je eens even te bezinnen over de betrekkelijkheid van die heksenketel. Ja, hoe belangrijk we onszelf, ons werk en onze status ook vinden, uiteindelijk eindigen we hier allemaal als gelijken. I'm in a New York state of mind.